Ja, voor mij betekent het hebben van een horecazaak echt wel ja, een vorm of een manier van leven. Het is natuurlijk een manier van ondernemen om je geld te verdienen. Maar het is ook een manier om hoe jij je leven inricht. Om met mensen bezig te zijn. Voor bezoekers is dat ook een beetje zo. De coronacrisis kwam natuurlijk ook voor mij, net zoals elke andere ondernemer, hard aan. Het frustrerende was op een gegeven moment, en dat was wel zo, dat waren de overvolle winkelstraten. Ik zie de oplossing dus vooral in het creatief door blijven gaan. Als het gaat om registratie van bezoekers, als het gaat om niet te veel bezoekers binnen, het zitten blijven. Dat ging echt heel goed. We hebben daar echt een maanden proces gehad om mensen bijna een soort te heropvoeden. Maar ik zie daar een oplossing in. Laten we dan vooral zien wat we wel kunnen en hoe ver we kunnen komen. En ik denk dat we heel ver kunnen komen met z'n allen.